Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl Een storing boven Duitsland met de kern boven het midden-zuiden van Duitsland... Eh, ...zorgt voor onstabiele lucht eh, in heel West-Europa. En daar ontstaan ook geregeld wat stevige regen- en onweersbuien. En die zien we met name terug net ten zuidoosten van de provincie Limburg. En binnen ons eigen land, met name in de provincie Overijssel... ...daar vallen lokaal stevige regen- en onweersbuien... ...waar met name heel erg veel water uit komt vallen. Vanavond valt er dan nog een enkele bui, maar in de loop van de avond neemt het aantal buien intensiteit een aantal af. En koelt het ook af naar waarde rond de 21 tot lokaal nog eventjes 25 graden later op de avond. Het is dus eigenlijk prima barbecue weer. Daarbij staat niet al te veel wind matig uit het noorden, kracht 3. Komende nacht kunnen er dan lokaal wel een aantal buien gaan ontstaan. Het wordt ook zeker niet koud, met minima tussen 16 en 18 graden. De wind neemt iets in kracht af, maar later in de nacht dan wordt het vanuit het noordwesten weer wat helder. En dan wordt het ook bijna overal weer droog. En dat is echter maar tijdelijk, want morgen overdag loopt de temperatuur met name in het binnenland flink op, tot rond 28 graden aan toe. En de lucht is nog steeds flink onstabiel van opbouw en erg vochtig, waardoor er gemakkelijk regen- en onweersbuien kunnen gaan ontstaan. En bij die buien is er lokaal een kans op hagel en ook wat windstoten, tot 70 km per uur. En met name bezoekers van bijvoorbeeld de Zwarte Cross, die zullen dus wel rekening moeten houden dat ze bijvoorbeeld een regenjas meenemen. De komende dagen blijft de grens tussen de koelere en warme lucht in het uh, verder in het Europese continent uh, boven ons land liggen. In het oosten wordt het vaak zomers warm met temperaturen van 27 of 28 graden. In het westen is het iets koeler, maar schijnt vaker de zon en is het droog. In het oosten van het land vinden we wat vaker de onweersbuien terug. De komende dagen en ook de periode daarna blijft het aan een warme kant. Met temperaturen rond of iets boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Met name zondag lijkt het nog een warme dag te worden. Met heel misschien lokaal wel tropische temperaturen van tegen de 30 graden. Over het algemeen in het hele land temperaturen van 25 graden of meer. En het is bijna overal droog op een enkel buitje in het zuidoosten na. Na het weekend is het dan iets koeler. Met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Maar richting volgend weekend. Dan gaat de temperatuur misschien wel weer een stukje omhoog. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.